Ook goedemorgen. Mijn wekker gaat normaal gesproken om 5:15. Maar vandaag had ik een beetje geluk, want het mocht om ietsjes voor 7. Chris, mijn vriend, is een mechanisch monteur. En die staat om 7:30 in de fabriek. Dus die moet dan om 7:15 hier de deur uit. Het eerste wat ik doe als ik mijn bed uitkom is koffie maken. Want dat maakt me een klein beetje wakker en dat geeft even een stukje rust in het begin van de dag. De meeste mensen beginnen hun dag met een douche, alleen ik doe dat altijd na mijn werk. Want door mijn werk word ik altijd bezweet, vies, modderig. Dus ik ga na het werk lekker douchen en dan ga ik schoon in bed. En dan 's ochtends weer schoon op. Dan doe ik mijn werkkleren aan. En dat hangt er vanaf wat voor weer het is, want ik werk altijd buiten. En ik heb vandaag een werkbroek met een thermolaag erin. Want het is gewoon koud. Ik neem me altijd voor de hele dag eten mee, want ik ben de hele dag van huis. En zoals vandaag is het koud, dan maak ik warme soep in een thermosbeker, zodat het lekker warm blijft en ik een lekker warm buikje heb halverwege de dag. Ik loop elke dag het risico dat ik een schop krijg, of dat ik val, of dat ik gebeten word. Mijn vriend vindt dat helemaal niks, dat ik elke dag zou kunnen thuiskomen met gebroken ledematen of iets dergelijks. Maar hij weet dat ik daar gelukkig van word, dus daarom accepteert hij het. Ik ben eigenlijk een erkende hypotheekadviseur, dus ik heb 5 jaar opleiding gehad daarvoor en in de praktijk gewerkt. Maar het scheen niet echt heel erg bij me te passen. Dus toen ben ik wat anders gaan doen en ik ben een opleiding gaan doen in Amerika om met paarden te werken. Wat ik doe, daar zijn er 600 van in Nederland en daarvan is maar 10% vrouw. Eigenlijk ben ik een manicure-pedicure, maar dan voor hele grote nagels. Mijn naam is Jill, ik ben Hoefsmid en ik vind het leukste beroep wat er is.